Standby. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart aan de buitenzijde. Helena Greenwood, Fleur Zwageman aan de binnenkant. Dat zijn op dit moment de twee paarden die we in het front zien. De derde plaats wordt Dundee Boko. Vierde zes Medumer als de paarden de eerste bocht ingaan. Met daarachter dan het nummer 6. En dat is voor Everglide Rapida. Wat verder weg Borkaling. En galoppade voor Lady Gaga. Branco de F als een van de laatste paarden. Een achterstand is er voor Candy Boko. Die de draf ook verruilt voor de galop. Paarden zijn op weg. Uitgeschakeld aan de nummer 9. Uitgeschakeld nummer 10 bij de galop. 9 en 10 uit koers genomen door het comité als de paarden halverwege de rechte lijn aan de overzijde zijn. En Fleur Zwageman met drie kwart lengte tot een volle lengte leidt op Helena Greenwood. Dundee Boko ligt in derde positie en dan een groot gat dat ontstaat tot het vierde paard. En dat is op dit ogenblik Everglide Rapida. Als de paarden de manegebocht ingaan, de vijfde plaats voor Esme Dumer. Op drie lengte als zesde Borkaling en erachter dan Branco DF. En de paarden gaan nu de manegebocht in. Met Fleur Zwageman nog altijd aan de kop, maar dat duurt niet lang, want daar komt aan de buitenzijde nu Helena Greenwood. En die heeft overgenomen. Helena Greenwood die leidt met een lengtevoorsprong. Fleur Zwageman tweede. Derde Dundee Boko. En op de vierde plaats dan Everglide Rapida. Dat zijn aanvoerders als de paarden voor de manege komen in de rechte lijn voor de tribune. Een gat van vijf lengte dan tot Esme Dumer. En wat verder weg hebben we nog Branco DF. En dan Borka Ling. En de paarden zijn halverwege de rechte lijn. Met zodanig. Nou, Mart, ik zat even overnemen totdat jij weer te horen bent. De leiding is in ieder geval nog in handen van paard nummer 5, Helena Greenwood. Die net wat moeite had met die bocht, maar er nu prima doorheen komt. Op de tweede plaats erachter Fleur Zwageman. En achter Fleur Zwageman volgt dan in derde stelling Dundee Boko. De vierde plaats erachter is voor Everglide Rapida. En dan valt er een gat van een lengte of vier naar de drie paarden die de achtervolging leiden. Waarbij Peter Wortel dat doet met Borka Ling, gevolgd door Branco DF. Een sterke paard waar je nogal wat van mag verwachten. Aan en tevreden gaat nu ook wat proberen. En daarachter is de aansluiting voor paard nummer 1, Esme Dumer. Deelnemers die koersen dan zo dadelijk af op de laatste bocht. En het is Helena Greenwood die de zaken nogal redelijk onder controle lijkt te hebben. Op de tweede plaats erachter Fleur Zwageman. Dan Dundee Boko. Die Dundee Boko die heeft normaal gesproken het kruid nog kurkdroog. Dat zou een gigant van een outsider kunnen worden. Paarden zijn inmiddels halverwege de laatste bocht. Martin heeft nog steeds geen geluid. Dan maken we het af, Mart. Bedankt voor deze mogelijkheid. En we komen dan zo dadelijk weer in de rechte lijn. En oh, gaat hij haar kop toch weer van de benen, zeg. Die Helena Greenwood. Maar op tijd gezet door Patrick. En dan zou het eigenlijk nog wel moeten kunnen. Het is Helena Greenwood aan de kop van het veld. Maar die komt nu toch onder druk aan de buitenzijde van Dennis Minima. Dennis met Everglide Rapida. En achter Everglide Rapida komt daar dan ook de aanval van Fleur Zwageman. Zo gaan de paarden op weg naar de finish. En Everglide Rapida die gaat het hier op magistrale wijze winnen. Everglide Rapida met een lengte of 5. Naar de tweede plaats verdienstelijk Fleur Zwageman. Dat is mooi nieuws, Annie. En derde dan het nummer 5 van Helena Greenwood. Dat is de 1, 2, 3. Verdienstelijk vierde. Esme. Numero.